Toen kwam ik een meisje weer tegen en die stond met die tekening. En toen dacht ik echt, en toen zei ik, moest ik weer nee zeggen. En toen zei ik, maar ik heb, toen zei nee ik toch, gezegd? Nee, ik kon niet, ik mocht niet. Ik wil, nou, wat ik zei tegen haar. Ja, harteloos. Ik zou... ik ga maar niet janken. Wauw, awkward. Waar het gewoon niet cool was om Jan Smit leuk te vinden. Gezeld. Hi, Davina, Michelle. Michelle. Wat zijn er eerst, Davina? Ja. Stel je ook zo voor aan mensen? Het is een beetje mijn artiestennaam, noem ik het. Ik heet in principe gewoon Michelle. Dus... Ja, maar hoe kom je aan Davina? Dat is de naam van mijn oma. Hey. En mijn tweede naam. Dus ik heb het eigenlijk gewoon een beetje omgedraaid om interessant te doen. Meer dan 10 weken op nummer 1. Ja. Ja, bizar hè? Het is echt bizar. Het gaat zo snel en ik snap nog steeds niet dat het er ook echt blijft of zo. Nee. Dat vind ik heel raar. Het is een beetje een seksistische vergelijking, maar je bent de enige vrouw die zo lang in Nederland op nummer 1 heeft gestaan. Echt waar? Ja, maar man en vrouw zijn gelijk. Dus in feite heb je nog niks bereikt. Nee, je bent helemaal niemand. Nee, ja, bizar, vet. Ja, weet je wat het is? Ik heb nou zoiets van, het stapelt maar op. En ik ben heel hard druk bezig met gewoon mijn eigen muziek uitbrengen. En ook omdat het een liedje van Glenn is, geeft mij juist nu nog meer de drang om iets uit te brengen wat gewoon echt van mij is. En waar ik zelf gewoon echt keihard aan gewerkt heb. En waar beschrijf die drang eens. Wat is het voor gevoel? Wil je laten zien wie je echt bent? Ook of dat. Wat je kunt? Ik hoef niet per se te laten zien wat ik kan. Mm-hmm. Want ik bedoel, dat kan ik ook in een cover doen. Mm-hmm. Maar ik wil wel gewoon heel graag laten zien wie ik ben. En ik wil mijn verhaal vertellen. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat heel lastig vind. En dat ik er ook echt wakker van lig de laatste dagen. Omdat ik niet precies weet nog wie ik ben. Omdat ik zoveel verschillende dingen leuk vind. Ja. Ik vind zoveel verschillende muziekstijlen super vet. En het is nu gewoon aan mij om op een gegeven moment te gaan kiezen van wie ben ik en wat past er bij mij en wat is mijn stijl. En dit is even heel slecht, maar je bent 22. 23. Ja. Dan weet je eigenlijk helemaal niet wie je bent. Nee. Als ik over mijn 10 jaar weer met jou in deze auto zit, dan ben je een totaal andere vrouw geworden. Waarschijnlijk. Denk ik wel, ja. Een bepaalde kerneigenschappen heb je nog wel. Maar daarom lijkt het me zo moeilijk om jezelf toch te willen manifesteren in een... Ja, het is ook heel lastig. Het is ook heel lastig, maar het moet wel. Van wie dan? Van mezelf. Waarom dan? Ja, weet ik veel. Kijk, jouw vriend die ook drumt, hè? Ja. Die formuleerde dat volgens mij vrij goed. Hij zei ook van ja, je hebt een soort motivatie om een bepaald mysterie op te zoeken of uit te drukken. Een beetje mysterieus willen zijn. Van de andere kant ga je ook met je kat op de foto op Instagram. Ja. En denk je dan van ja, ja maar hoe komt dit samen? En dat is weer waar we over begonnen. Ja. Van wie ben je? Wat doe je? Ja. Dus ja. Daar zit je weer van, moet ik dan niet met mijn kat op de foto gaan? Ja, op dat moment heb ik gewoon zin om met mijn kat op de foto te gaan. Ja. En dan denk je niet aan die andere kant van, ik wil een duidelijk beeld schetsen. Dus dat is gewoon, maar aan de andere kant weet ik ook dat ik gewoon een beetje scheid moet hebben. Dat ik gewoon moet hebben van, ja joh, weet je. Ja. Want dat is wel een beetje wat je vroeger met popsterren had. Ja. Toen er geen Instagram was, Twitter. Je wist niks van die mensen. Nee. Nu kun je de meest obscure artiest opzoeken. En je kunt gewoon zien. Ja, je kunt zien wat ze bij de bakken bestellen, hoe ze oud en nieuw vieren. Ja. En ze denken van, oh ja, je hebt zo'n grappige kersttrui, oh god. Ja. Dat is nu niet meer. Nee, dat is niet meer. En dat vind ik. Weet je wat ik heb? Als ik kijk naar Beyoncé bijvoorbeeld, hoe zij is. En dat is absoluut hoe ik het ook. Ik ga mezelf niet vergelijken met Beyoncé, maar ik bedoel. Just did. Ja. Nee, ik zou je bedoelen. Nee, maar op het moment dat Beyoncé een interview doet, dan vind ik dat super interessant. Dan denk ik, oh, weet je wel, omdat zij nog niet zoveel van dat soort dingen heeft. Mm-hmm. Zij komt niet zoveel in dat soort reality dingen. Dat vind ik gewoon heel interessant. Zodra zij wel iets doet, dan vind ik dat gewoon heel interessant. En daar wil ik daar heel graag naar kijken. En daar kan ik gewoon heel veel respect voor hebben. Als je kijkt naar andere artiesten. Lana Del Rey misschien? Nou, ik weet het niet. Gewoon andere artiesten. Ik ga niet echt namen noemen. Maar als ik zeg andere artiesten, die bijvoorbeeld op elk televisieprogramma zitten, in elk radiostation, in elke interview, in elke blabla. Op een gegeven moment denk ik van, ik heb jou al gezien of zo. Ja, ja. En dat, dan denk ik van, ja. Ik vroeg ook aan je vriend of jullie
of hij zich anders gedraagt, zeg maar, als jullie samen bijvoorbeeld door... Dat is een goede vraag, door, dat heb ik nooit... Door Rotterdam lopen of zoiets. Dat je, of dat hij je misschien... zich anders gedraagt. Nou ja, dat hij ook denkt van, ik ga nu even niet kibbelen of even niet... Weet in je... de reet knijpen, toch? Ja, of... ja. Er wordt toch naar ons gekeken of zoiets. Ja. Is dat het geval? En wat zei hij? Die? Naar ons gekeken wordt? Ja, maar... Ja, denk het wel. Maar ik let er niet zo op eigenlijk. Het valt mij niet echt op of zo. Want wel laatst ging ik kerstcadeaus kopen in de Mediamarkt. En toen, als er dan één iemand komt en die op de foto, dan ziet iedereen het. Dan is het een soort één schapers over de dam, weet je wel. Ja. Maar wat zei hij zelf daarop? Nu ben ik al benieuwd. Hij zei, hij vond het echt irritant. Nee, en dat zei hij niet. Hij is ook van plan om dat niet meer te gaan doen met jou. Ja, om nooit meer naar buiten te gaan. Ja. Nee, dat zei hij niet. Nee, hij zei vooral van als mensen een foto nemen, dan... Maakt hij de foto? Ja, dat is sowieso leuk en je moet ook gewoon ja zeggen. Ja, dat doe ik ook. Want als je zeg maar nee zegt, dan maak je er misschien een heel ding van. En ben je er meer tijd aan kwijt dan je wil. Ik zou het zelf ook leuk vinden als ik iemand tegenkom waarmee ik op de foto wil, dat hij met mij op de foto gaat. Dus ik ga zelf ook op de foto. Kijk, er zijn natuurlijk momenten dat het gewoon niet kan. Ik had laatst een optreden en daar stonden denk ik 500-600 mensen op een plein. En op het moment dat ik klaar was met het optreden, dan komen ze even allemaal achter je aan. Maar dan zegt op een gegeven moment mijn hoe noem je dat, een booking manager of zo, die zegt dan ook van... Oprotten! Die zegt, nu moet je naar de kleedkamer lopen, want anders ben je over 4 nog steeds niet hier weg. En dan staan er ook mensen onderweg van, ik had wel mijn handtekening. En dan... Ik sta hier 3 uur. Dan kan ik gewoon niet stoppen. Nee, en dat vind ik heel vervelend, want... Oh. Nou, dat vind ik gewoon heel jammer, want ik weet dat ik dat zelf ook wel zou willen. En dan stond er op een gegeven moment, en dat gezicht, dat vergeet ik nooit. Er stond echt een meisje en die had een rol papier en tekening. Stond voor Daphine Michelle stond op. Het was echt een meisje van een jaar of 7. En op de heenweg liep ik naar het podium. En toen zei ze zo, hey, mag ik op de foto? En toen zei ik van... Nee! Toen zei ik, zullen we het alsjeblieft op de terugweg doen? Kunnen we het alsjeblieft op de terugweg doen? Want ik moet nu optreden. En anders, weet je, komen er 100.000 mensen. En toen was ik klaar met optreden. En toen kwam opeens de boekenmanager. Je moet nu terug, want geen foto's, je moet snel doorlopen. En toen liep ik altijd terug. En toen kwam ik een meisje weer tegen. En die stond met die tekening. En toen dacht ik echt... En toen zei ik, moest ik weer nee zeggen. En toen zei ik... Maar ik heb... Toen heb zei nee ik toch, gezegd? Nee, ik kon niet. Ik mocht niet. Ik wil... Nou, wat ik zei tegen haar... Ja, harteloos. Ik ga maar niet janken. Dus ik zei tegen haar, is die tekening voor mij? Want het stond heel groot voor Daphine Michelle op. Ik denk, oh, het is niet dat ze een handtekening wil om dan weer terug... stond voor Daphine. Ik zei, is die van mij? En zei zo, ja. En toen zei ik, mag ik die dan? Ik zeg, ik kan nu niet op de foto. En ik begon bijna te janken. En ik ging bijna, ik denk, nee. En toen moest... En mijn dingen zo, je moet doorlopen. Ik zag al zo'n horde met mensen zo aankomen rennen. Ik denk, oh. Je mag een boodschap zeggen naar het meisje. Welke moet ik kijken? Welke je wel. Welke je het mooist vindt. Sorry. Alsjeblieft, zeg. Oh, ik heb er echt... Ik zie nog steeds een gezichtje gewoon. Ik vond het zo erg. En je denkt echt dat dit een poppenkast is, maar het is echt waar. Nee. Ik had nog steeds iets van, ach, arm kind. Ik voel me dan gewoon een beetje dat ik denk van, ja. Ja, het kindje werd ook gepest op school, volgens mij. Oh, fuck, ik ben echt een jouw muziek gaf haar kracht. Ja, ja, en nu... dat vind ik echt erg. Nee, ik vind dat heel vervelend. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ja, weet je, daar moet je ook aan wennen, links. Ja, luister. Ik zou wel echt een hele slechte artiest zijn, denk ik. Jij? Ja. Hoezo? Nou, als ik een beetje roem zou hebben... en dat je dan gaat geloven in je eigen kunnen... Dat je een bitch wordt? Ja. Dat je een beetje... Oh, maar dat ben ik al, dus zo moet zijn. Nee, ja, dat weet ik niet. Dat moet ik nog ervaren. Misschien word ik wel een bitch. Ik hoop het niet. Het is niet de bedoeling in ieder geval. Het is vet, want je nu gewoon... Ik spreek jou nu, je staat nu aan het begin van je carrière. Ja, aan het allerbegin. Het eerste jaartje zit erop. Zonder mediatraining. Ja. Zonder grote schandalen. Nog niet. Nou, geen blad voor je mond. Ik hoop zo dat ik geen schandalen ga krijgen. Oh, ja. Dat lijkt me zo erg. Heb je zelf in de hand? Ja, wel. Maar sommige dingen, dan wordt er... Je hoort wel eens ook verhalen dat er gewoon dingen bedacht worden om een beetje interessant te gaan doen. Voor doorbladen en dingen. En dan sta je gewoon... Ben je machteloos? Machteloos. Ja, dat is wel zo. Dat vind ik zo erg. Waarmee kan ik jou kwetsen? Ja, dat ga ik niet zeggen. Want iedereen die het ziet, die denkt, oh, dan ga ik daar op te pakken. Ja? Nee, waarmee kan je mij kwetsen? Op je zingen? Ik denk... Je persoonlijkheid, je uiterlijk? Ik denk dat je kan mij, denk ik, pakken op dingen die onderbouwd zijn.
En waarvan ik zoiets heb van, zo, daar zit de kern van waarheid in. Bijvoorbeeld toen met Beste Zangers, na de eerste You Never Walk Alone, zei ik. En toen waren er opmerkingen over mijn uitspraak. En ik had daar zelf nog nooit echt naar geluisterd. En toen zei ze, ja, ze zingt Walk On in plaats van Walk On. En toen dacht ik van, stom met lachen. En toen dacht ik van, waar gaat het over? En toen ging ik het terugluisteren, dacht ik van, shit. En mensen die gewoon echt zeiden van, ja, en ook door alle weken heen. En op een gegeven moment, alle afleveringen zijn al opgenomen. Je staat een soort van, je kan er niks meer aan doen. En dan de tweede week, dan ga je dus daar nog beter op, vanuit die hoek naar jezelf luisteren. Ja. En dan denk je van, zo, ze hebben gelijk. En dan weet je al van, oh, dat woord spreek ik kut uit, dat, daar gaan ze mee komen. En dan staan er van die enorme teksten onder van, en dit doe je niet goed, en dat doe je niet goed, omdat, en he. En vooral als het gebaseerd is op zang. Dus iets waar ik het kwetsbaar in ben, omdat dat mijn beroep is. Ik ben geen beauty, styliste, vlogger, weet ik, influencer. Dat ben ik allemaal niet. Ik ben een zangeres. Dus je kan mij het meeste pakken op mijn zang. En als het dan ook nog onderbouwd is en ik zie zelf ook... Op een echt talent bedoel je? Huh? Op een echt talent. Dat, ik hoor het zelf ook, dan denk ik van, shit, weet je wel. Dan, daar ben ik het meest kwetsbaar voor, denk ik. Vind ik eerlijk antwoord. Ja, maar dat is ook zo. Een lang lulverhaal, maar het is... Nee, is geen lulverhaal. Nee. Maar het is ook normaal dat je nog bepaalde dingen misschien niet zo goed kunt als nee, als maar je zou willen. Oh, als ik naar mezelf luister een jaar geleden. Ik ging van de week... Ik ging al mijn covers terugkijken. Want ik ging mijn Instagram ging ik even een beetje opfrissen. Mm-hmm. Ik dacht, ja, even wat dingen eraf. Of YouTube-kanaal. Mm-hmm. En toen zat ik te kijken naar video's van meer dan een jaar geleden. Gewoon van wat... Hoe ben je gegroeid? En wat, weet je wel, en ook, dat doe ik ook heel vaak om gewoon een soort van te kijken van hoe ben ik gegroeid? Ja, tuurlijk. En wat kan ik nog verbeteren? Ja. En ik luister sowieso heel vaak naar mezelf. Ik luister mezelf ook terug en ik kijk naar mijn eigen covers. En ik vind het nooit leuk om te doen, want je gaat helemaal cringen ervan. Ja, echt. Ik vind het, ik vind het zo kut, maar ik moet het wel doen. Omdat ik ben mezelf mijn eigen hardste criticus, noem je dat zo? Ja. Dus ik kijk het heel vaak terug. En ik zat nu dus weer terug te kijken. Dus ik te kijken van zo, die uitspraak een jaar geleden naar het salon. Nee, dacht ik, die kleding wat had ik aan? Of die uithaal? Of die, oh, je had dat zo moeten doen. Of je had meer zo, of meer... Jezus, je bent nog zo jong. Ja, maar dit is zo... Ik kijk dan naar mezelf terug en dan denk ik van... Er is nog zoveel te leren. En ik heb al zoveel... Al mag ik het over mezelf zeggen. Al zoveel groei geboekt in een jaar. Zeker mag je het zeggen. En ik ben nu... Ik begin het een beetje onder de knie te krijgen. Ik denk van, oké, weet je wel, oh, dat is hoe zingen werkt. Mm-hmm. Ook dat is hoe je muziek maakt. Mm-hmm. Of dat is, weet je wel. Ik zat gisteren een interview te kijken van Billie Eilish. Ja. Verity, weet ik wat. En die zei dus ook gewoon dat alle artiesten gewoon sad zijn. Als je er eenmaal in die wereld komt, het was een interview van eerst een jaar geleden en dan nu. En ze zei gewoon dat alle... toen begon ze nog heel vrolijk van een jaar geleden. En toen gingen ze het naast houden met hetzelfde interview wat ze een jaar later gaf. En daar zei ze gewoon van, ik voel zoveel druk. I'm sad and every artist is sad. Every artist I know is sad. En toen dacht ik echt... Ben je daar bang voor? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik wel een beetje scheid voor wat er komen gaat. Maar daardoor dat ik wel weer zoiets heb van... Daarom wil ik misschien ook niet per se nummer 1 zijn of zo. Dat ik gewoon lekker wil doen wat ik leuk vind. En het wel. Ja. Als er niet zoveel van afhangt. Nee, als gewoon de pressure niet zo hoog is. Alleen de pressure is nu al hoog hoor. Ik denk het wel. Maar misschien over een tijdje dat ik gewoon lekker kan doen wat ik wil. En dan is die pressure weg. Ik wens je veel succes. Under pressure. Dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Ik vond het leuk. Ik ben helemaal een beetje chill of zo. Ik heb ook helemaal geen zin om uit te stappen, jongen. Kun je nog een rondje blijf lekker zitten. Nee, ik ga weg. Nee. Pak de trein in de hoofdloop terug. Ja. Nee. Hey, super bedankt. Graag gedaan. Jou ook bedankt.